Fieke Lichard, drukke zomer achter de rug. Ja, zeker. Nationale ploeg. Natuurlijk een beetje genieten van vakantie. En daarna nog een stukje met nationale ploeg. Dus veel reis. Toch nog wel vakantie kunnen hebben? Ja, ik ben 3 weken naar Amerika geweest. En ook nog een week in Amsterdam. Alles wat leuk is gedaan. Dus zeker vakantie gepakt. Zeker. Hey, Nederlands team, hoe ging dat? Nou ja, teleurstellend aan de ene kant, want we wilden voor het EK-ticket en die hebben we niet. Dus ja, teleurstelling. Maar wel met perspectief, denk ik. En zeker ook de tweede campagne die we afgelopen week in Rome hebben afgesloten, ja, biedt wel weer hoop voor de toekomst. Dus. In Rome ging het wel weer lekker? Ja, een iets andere samenstelling, ook iets jonger team. Maar heel enthousiast en heel veel voor elkaar gedaan. Dus toen ging het wel lekker, ja. Maar jij speelt een belangrijke rol. Ja, dan zeker. Dan hoor ik mij ook wel wat een van de ouderen, wat meer ervarende meiden. Dus ja, dan speel ik wel een belangrijke rol in alles. En jij hebt ook een buitenlandse carrière achter de rug. 2 jaar in Duitsland, hè? Ja, zeker. Ik heb een jaar in Halle gespeeld en een jaar in Chemnitz. En hoe was dat? Heel anders dan de Nederlandse Eredivisie. Welk opzicht? De Duitse competitie is heel veel fysieker, veel sneller. Het is een profcompetitie. Er zitten 4 of 5 meiden die voor een geld basketballen, waar ik er één van was. Dus in dat opzicht is het gewoon heel anders. Want hier combineer je het met studie, werk, op school. Dat is gewoon heel anders. Als ervaring? Ja, fantastisch eigenlijk, omdat je daar van je hobby je beroep maakt. Dus het was af en toe doorbijten, want het was veel trainen en weinig sociaal. Maar heel leerzaam en goed. Zijn er ook, als het weinig sociaal is, zijn er ook momenten dat je niet traint waarschijnlijk, hè? Ja, je traint 's ochtends en 's avonds. En hoe kom je die tijd door? Ja, nou ja, af en toe was dat gewoon een beetje leem koffie drinken op een terrasje in Chemnitz. Of een boek lezen of een filmpje kijken. En dat wilde ik niet meer hebben en daarom ben ik teruggekomen naar Nederland. Oké, dus dat zou mijn volgende vraag zijn. Waarom nu terug naar Nederland? Ja, ik moet ten eerste mijn master afmaken aan de Universiteit van Amsterdam. Master in wat? In de Business Economics. En dat wil ik graag nu doen, anders vallen die vakken ten eerste. En daarnaast miste ik een beetje de uitdagingen, de challenges in Duitsland op maatschappelijk vlak. En die probeer ik dit jaar te tackelen. Toen heb je gekozen voor Lone Lions? Ja, Amsterdammer, hè? Dus dan kom ik in de buurt spelen. Je bent gewoon weer terug in je thuisstad, hè? Eigenlijk wel, ja, heel fijn. Wat zijn je ambities voor dit seizoen? Nou ja, mogen duidelijk zijn dat we zeker in deze teamsamenstelling maar 1 doel moeten hebben en dat is prijzen pakken. En daarnaast wil ik laten zien dat ik echt de afgelopen 2 jaar mij als speelster heb ontwikkeld en dat ik op mijn positie een team op sleeptouw kan nemen. Dus persoonlijk dat en als team moeten we gewoon kampioen gaan worden. Ja, positie is de 5 of de 4? Zo ongeveer, zo kan je het best omschrijven, ja. Iets ertussenin? Iets ertussenin. Een beetje klein voor een 5, een beetje sneller voor, of te langzaam voor echt een 4. Dus. Wat gaat je rol worden in het team? Ja, het moet gaan blijken hoe dat gaat spelen. We hebben veel ervaren meiden, ook veel meiden die lang meedoen in de Eredivisie. Dus, en er is maar 1 bal, dus we moeten het goed gaan uitzoeken hoe we het verdelen. Maar ik denk dat ik zeker op mijn positie tips kan geven voor jonge meiden. En voorop in de strijd, want dat is mijn kwaliteit. Hard werken, hard rennen. En dan komt het. Lucky Lackner als coach, wat verwacht je daarvan? Ik ben heel benieuwd. Het gesprek was goed. Het is meteen een klik. Ik hou wel van een beetje rauwe humor en Amsterdamse hardheid, zeg maar. Dus, Kroatische hardheid. Dat ook nog erbij. Oostblokcoaches niet altijd goede ervaringen mee, maar kom vast goed. De eerste indruk is echt heel goed. Hoe was de eerste training? Wennen aan elkaar. Wennen aan het hebben van een bal in je handen en een lay-up erin gooien. Maar volgens mij hartstikke goed om als team nu te beginnen. En, ja, was goede training. Oké, dankjewel. Succes.